Nou, we hebben het hele programmaatje al opgenomen. Ik heb even dit ding weer in mijn handen, maar straks heb jij die in je handen. Want we doen het introotje vandaag, neem maar het einde pas op, maar dat wordt er vooraan geknipt. Dat weten mensen eventjes hoe ik het allemaal helemaal werkt. In de war. Dit is het begin dus. Okay. Dit is het begin, maar dat neem pas op het einde op. Ah, oké, okay, ja. Dus maar ik moet nu regelen. Eigenlijk zeggen dat we de eierballon door gaan uitreiken. Ja, precies. Maar die hebben we niet meer. Die hebben we al gegeven. Ja. En we gaan volgens mij eerst met Hans van der Poel spreken. Ja, gaan we met hier aan het gaat niet goed met hem. Dit is met Hans precies. Praten, ja, hallo, maar dan Hans. Echt. Ja. Dit hebben wij niet gedaan. Dit is iemand anders gedaan. Nee, dat hebben wij niet gedaan. Dus. Hey. Thijs de Jong. Nee, maar. Ik heb Thijs de Jong staan. Jouw stukje is weggehaald, Soebe. Oh nee, niet. André van der Ende. Maar nu praten met Hans. Gaan Hans van der Ploeg. Twee eierballen door. Twee eierballen door? Hoezo speel je niet in de hoofdklasse? Je hebt twee winnaars van de eierballen door. Ben je een hele matige coach, denk ik, hè? Oeh, hier, kijk. Hoppa. Dat is een hele fijne opening, Thijs. Ik zag de schrik in zijn over de eerste keer dat ik hem sprak, 10 jaar geleden of zo, toen vond hij dat ik heel negatief was begonnen aan de vraag. Dus ik denk, ga ik het nu ook even doen. Nee, maar wie is de beste van de twee? Dat wil ik eigenlijk weten. De beste? Dan hangt er vanaf welke karaktertrekken je vraagt of pure sportieve. Het gaat om wie de mooiste voetballer is eigenlijk. De mooiste speler, ik denk Sven, qua techniek. Ja. En Bob qua onvoorspelbaarheid. Terechte winnaars? Of zijn er nog meer spelers eigenlijk in jullie team? Ja, nou, wie kunnen nog meer verdienen? Volgend jaar verwachten? Ja, want het is altijd een speler van Gorecht, blijkbaar. Ik ben nu al vereerd dat ik 2 spelers in mijn selectie heb. En als dat in de toekomst 3 mogen worden, dan vind ik dat geweldig. Ja. Maar ik ga niemand voordragen. Ah, dat doen de jongens zelf wel. Ja. We hebben nog geen coach van het jaar. is dat iets voor jou, denk je? Jullie moeten daar maar mee beginnen. Ik kijk elke week met veel vermaak naar jullie show. Eindelijk, erkenning. Ja. Ja. En ga vooral zo door. Veel plezier met deze twee heren. Hou je ze nog een beetje bij de selectie? Blijven ze nog bij? Of gaan ze nu ook zweven? Nee, wij houden ze wel op de grond. En anders doet de rest van de selectie dat wel. Ja. Maar ik ben heel blij met ze. Daar staan we dan met de winnaars van dezelfde club ook nog een keer. We beginnen met de winnaar toeval, van anderhalf jaar geleden al bijna weer. De man van de weergaloze omhaal. De man die ik heb genomineerd, wil ik er ook even bij zeggen. Ja. Bob Horta, gefeliciteerd. Ben je er blij mee dat je hem eindelijk krijgt? Ja, absoluut. Een tijdje op gewacht, dus wel heel blij mee, ja. Denk je nog wel eens na over die omhaal? Ja, ik probeer nog wel eens een keer wat vaker, maar zoals toen, nee, dat gebeurt niet weer. Waar vandaan deed je het ook weer? Blijf even die kant op, dat is echt niet normaal, hè? Van welke plek? Ja, dit kan voor doen, hoor. Ja, precies. Oh nee, dat moet je niet doen, maar gewoon even vanaf de plek waar je deed. Nou, ik denk hier zo kreeg of zo. Was dat meer hier nog? Nog meer? Ja, jij maakt maar er zijn geen beelden van. Nee, maar ik weet wel, ik kreeg hem een beetje op mijn knieën. Ik nam hem 1 keer aan en in 1 keer zo, achterover. Ja. En ik viel en ik keek en hij zat erin. Waarom spelen jullie in de tweede klasse? 2 eierballon doorswinnaars? Dat moet toch minimaal hoofdklasse zijn, of niet? Ik vind van wel. Ik dacht dat we de vorige keer aardig dichtbij zaten. Maar ja, door de corona helaas het seizoen ten einde gekomen. Maar ja, we zijn op de goede weg. Seizoen dus zijn ambities torenhoog. Ja, absoluut. Pak hem en nou ja, ga ermee juichen, jongen. Kijk, het gaat in de lucht. Ja, wij ook. Groot applaus. Oh, hier daar ook. Ja. Tuurlijk. Dat is Sven Hazewinkel, de winnaar van de Eierballen door 2021. Bob, door jou genomineerd. Ja, precies. Ja, dat verdient hij, hè? Goede voetballer. Ik denk de beste voetballer die we hebben in het team. Dus, ja. Nou, ik heb hem ook 1 of 2 keer gezien. Ik kan het beamen. Goede speler. Heb jij hem nog nooit... Ja, of hij is me niet opgevallen. Dat zou ik... Maar ik kan alleen die omhaal herinneren. Sorry. Wat is jouw mooiste goal dan? Ik ben wel iemand die ook van verschillende afstanden probeert te schieten. En ik zie vaak wel een keeper voor zijn goal staan en dan probeer ik het regelmatig. En dat is ook wel regelmatig gelukt, dus gewoon van een afstandje over de keeper. Prachtig exemplaar. Dank u wel. Ja, tuurlijk! Ja, hier. Heel mooi. Maar... Ja, wij zijn nog heel erg benieuwd wie de beste van jullie twee eigenlijk is. En er is maar 1 manier om dat achter te komen. Ja, precies. En dan gaan we even latje trappen. Latje trappen. Nee, het is veel te hard, joh. Straks zie je dat? Groot. Weer te hard, joh. Ja, en het balletje lag ook nog niet stil. Er is geen focus, Bob. Er is geen focus. Jawel! In 2 maal. Koning. Ja hoor. Sven. En nog even, volgend jaar weer iemand van Gorecht. Wie zou dat dan moeten worden? Ja, dan ga ik kiezen. Ik denk dat ik daar nog even over na moet denken. Want er zijn zoveel goede spelers bij Gorecht natuurlijk. Ja. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Komen we volgend jaar bij je terug weer. Is helemaal goed. Dankjewel jongens. En geniet van jullie prachtige prijzen. Hou hem nog 1 keer in de lucht. Och, man. Nog 1 keer even. Hey! Hey, dankjewel.
Ja, daar zitten we dan, in de VIP-ruimte. VIP-ruimte. Ja, we zijn jongens van het volk, maar ja, we hebben ons nu toch even niet. In de VIP-ruimte. Een heerlijke kombacher pilsie, Proost. Pas op je laptop natuurlijk, hè. Wij moeten wat rechtzetten, of wij, jij. Ah, ja, precies. Nou ja, jij was een soort meelopertje, zat jij erbij, zeg maar. Je hebt ook niet verbeterd. Want het gaat allemaal eventjes om deze man. Ja. Vorige week had ik een heel emotioneel er weer bij. Ja, emotioneel betoog. Jan de Boer heeft te horen gekregen van FC Groningen dat hij niet langer welkom is. Niet meer tweede Jan, niet meer eerste Jan. Hij is niet meer de eerste Jan, hij is niet meer de tweede Jan. We roepen clubs op om Jan de Boer te kopen. Maar Jan de Boer heeft even gereageerd op ons. En die zei, ik wil wel even melden dat ik heb besloten om mijn contract bij FC Groningen niet te verlengen. Omdat ik op zoek ben naar een nieuwe uitdaging en dat deze keuze niet vanuit Groningen is gekomen. Nee, Jan houdt het heft in eigen hand. Ja, daarna zegt hij wel even, daarna zegt hij, maar wel leuk filmpje. Ja. Volgende keer wel even je gegevens checken. Nee, het is helemaal waar, Jan. Ja. Je hebt helemaal Sorry, Jan. Dan wil ik iets anders doen. Ja, zonder, nou, ik heb al iets gezien. Ja. Het is 4 mei geweest natuurlijk. Ik ben jarig geweest. Je bent jarig geweest. Je hebt 4 mei, net als Jan Mulder en Cesc Fabregas. Oké, nou dat zijn de aardige voetballers geweest natuurlijk. Ja. Fabregas, speelt hij nog bij Monaco of niet? Speelt hij nog? Nee, joh. Nou, we gaan even meteen de gegevens checken. Jan de Boer indachtig, dus doe maar snel. Cesc Fabregas, zat toch bij... Nee, maar die is precies even oud als ik ook, dus dan zou die ook al... Echt? Die kwam uit 87. Hij is nog jonger dan ik ben. Ja. Nou, die voetbal bij Monaco. Je bent ongeveer even oud als Jan Mulder. Nee. Nou, kom maar door met het cadeau voor je me nog verder beledigd. 4 mei ben je elk jaar jarig. Dat ik kun je ook lezen. 4 mei elk jaar jarig. Ja, precies, dat kun je ook lezen op Twitter altijd. Op Twitter. Je bent een felicitatievisser. Ik ben een felicitatievisser, En elk jaar geven wij iets uit ons huis, mijn vriendin en ik. Vorig jaar hebben we al in de show. Varken met down gehad. Ja, precies. En nu kijk maar wat het is. Ik dacht het is een paard, maar ik zie nu twee bulten en een heel... Kijk nou wat dit is, joh. Ja, het is geen surprise, er zit niks in. Zeg maar dit voor je thuis dat ding gaat slopen. Misschien zit er wel een bedorven sloep in. Zit Jan de Boer erin? Jan, kom er maar uit. Ik vind hem heel mooi. Ik ga hem weer een mooi plekje geven. Nou, heel fijn. Naast het varken met de down, maar dat zullen de kijkers dan nu zien. Want dan maak ik er thuis een fotootje van en dan zo gaat het dan. Fijn. Prachtig. Ja, dat is niet het enige wat je krijgt nog, Swoepen. Dit is van Caroline, een van de vijf... Vorige week natuurlijk hebben de show. Kijkers die van haar tippen kunnen genieten. Ja. Romantisch zo, hè, dit weekend op Ameland. Ja. Oh, één ding trouwens. Ik heb nog het duck-out met Swoepen. Swoepen? Waar is die dan? Moet ik de envelop, die is ook, er zit een liefdesbrief. Maar dat hoop ik niet, ik weet oprecht niet wat erin staat. Dus het zou echt pijnlijk zijn als hierin staat van... Ik moet zo vaak denken aan onze nachten samen als tijdens... dit is alweer een hele mooie, kijk eens, hele mooie kaart. Ja. Zal ik voordragen? Dan kan weer dat candlelight muziek, Jan de Boer ook hadden. Lieve Swoepe, gefeliciteerd. En bedankt dat je iedere week wat leuks met Thijs doet. Hij verheugt zich er altijd erg op. En heeft het er nog dagen over. Oh, dat wist ik helemaal niet. Wat leuk. Hij kruipt duidelijk wat meer uit zijn schulp. Maar dat er mensen zoals jij zijn. Mooi. Mooi. Ja. Caroline heeft niet zo... Ik wil niet dit hele mooie... Het is niet zo'n mooi hand. Het is een vrij duidelijk hand. Ik vind het wel mooi hand, zeg ik. Goed, Caroline. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Kijk aan Caroline. Oh. Goed. Wat zit erin zitten? Oh ja, een cadeau. Ja, precies. Ik dacht dat dit het was. Show. Nee, dat is veel meer. Nutsen. Nou, ze kijkt echt, hè. Ja, kijk nou. Oh, hier. Nutsen, ik zal zo. Lekker, een stuk of 50 nutsen kun je nu opeten. Ja. Het zijn oprecht 50 of zo zijn het volgens mij. Ik kan het slecht. Wil je er één? Nee, ik kan in een doos ons vertellen. Ik heb vandaag al 4 nutsen gehad. Nuts. Ja, nou, lachen. Nou, zomer. We gaan over naar de Spart. Ja. Nou, wel met, als het goed is, verhalen over onszelf er ook in. Oh, tuurlijk. Ja, want doe het eens een keertje. Ja. Ik zag dus dit bericht van Persie. Treedt de komende seizoen toe. En als je bij Van Persie, dan is de link naar ons al heel snel gedaan. Ja, gouden linkerbeen heb ik ook. Ja. Nee, het ging mij ermee omdat hij dus ook coach wordt van het zoontje van zijn... van het team van zijn zoontje. Ja, dus die zal altijd wel spelen. Ja, nee, precies. Maar maar het ging mij ermee om, wat was de rol van jouw vader in jouw team, zeg maar? Chauffeur. Ja, gewoon als het moest volgens het rijschema. En als je heel lang mekkerde, kreeg je een gulden voor een zakje snoep. dat was de rol van mijn maar vader. Maar was geen leider of trainer geweest, nee. Maar waar ik eigenlijk naartoe wou, was natuurlijk over mezelf. Ja, natuurlijk, jouw vader. Mijn vader, ja, die deed... Nee, want die vlagde vaak. Ja, maar om de wind te checken...
Ja, wat kijkers thuis moeten weten, mijn vader is meteoroloog. Hè? Weerman. Nee, meteoroloog. Voorspelt het weer. Meteoroloog. Goed. Maar nee, dat ging echt met een grensrechtersvlag. Ja. Nou, dat kon hij wel zien. Dat was ons geheime wapen eigenlijk een beetje. Want hij... Dat is een gemene vlagger? Nee, maar niet expres. Want hij kende regels gewoon niet zo goed. Is hij geen voetballiefhebber? Jawel, maar niet... Niet echt dat hij buiten spel hoeft te extreem kennen. Nee, maar meer ook dat hij... Ik heb dat zelf ook een beetje die onhandig... Dat je niet weet welke vlag... Ja, okay, het verkeerd. Had hij ook. En hij heeft tegenstanders wel tot waanzin. Hij is nooit mishandeld. Nee. Okay. En het zou misschien een leuk bruggetje naar het volgende onderwerp. Zag je wat ik deed dan? Zag je ook een date? Mooi, hè? We gaan nu even genieten van het moment op social media van deze week. Björn Kuipers was natuurlijk scheidsrechter bij City Paris. En dat liep een beetje uit de hand, die wedstrijd. En hij was kennelijk 23 jaar geleden, of nee, inmiddels is het 25 jaar geleden of zo? Of is het 23? Het was 1995. Oké, dus 26 jaar geleden was hij grensrechter, 21 jaar oud, bij de wedstrijd Bornebroek-Dolphia. Je zou zeggen, we behandelen alleen de noordelijke sport. Mm-hmm. En dit is dan in het oosten van het land, maar ik heb het even... Oh, je hebt het noordelijk gemaakt? Het ligt precies nog in de noordelijke helft. Nog dus boven de hun... Sowieso boven, alles boven de hunlijn doen wij, hè? Ja. Dit is meteen al... Dit is al rood, hè? Als je deze... Nou, dit is twee keer rood, hij slaat. En die andere... Ja. Hoe die de kaarten trekt, de scheidsrechter, vind ik ook... Halfuitmalen bij de scheidsrechter. Dit was voor promotie in de vijfde klas. Ja, deze vent. Ja, maar die komt nog terug. Kijkers, die komt nog terug. Tijd om weer eens iemand neer te schoppen. Ja, dat duurt een beetje lang voordat er iets gebeurt. Maar de kijkers, wie we daar hebben? Henkie Meijer. Scheidsrechter Peters voelt in zijn borstzak en haalt voor Henk Meijer de gele kaart eruit. Komt Henk er hier al in vliegen? Ja. En Henk Meijer komt zeer grof in. En scheidsrechter Peters... Rest dan ook niks anders. Hoe kun je daar dan zeg maar... Ja, bozer worden. Maar Henk zelf hier, dat vind ik groot van Henk. Die heeft hier al wel de... Oeh ja, dit was niet op de bal. Nou ja, maar nu is hij rustig, maar... Ja, nee, inderdaad. Oude bril, patiënt. Het is ook zijn sliding veel te laat in, waardoor dus de bal niet gespeeld wordt, maar de man. Ja, dat was wel de man. Rode kaart, Henk Meijer. Nou, dan hier toch nog... Oh, hier toch nog verhaal. Ja, dat is wel gek. Een verhaal halen, dit is gewoon... Wel iets meer dan verhaal halen. Deze is echt niet normaal. Hier krijgt hij de schil voor. Ja, dat is belachelijk. Ja, die scheids die doet maar wat. Dan gaat het helemaal mis. Bemoeien spelers en publiek zich met de wedstrijd. Dat is lief dat hij en maar heb je ook straks... Nou, dat is Henk. Ja, Henk die is lekker aan het rellen. Maar let ook op haar. Maar hier eigenlijk is commentaar verder overbodig. Ja, mooi. Hier, kijk, bam. Hup. Die ligt daar op de grond. En ik denk, dat is de vrouw van Henk. Ja? Moet wel. Dit vind ik echt, Nee, dit is een zorgenslachtig. Nou. En dan nu affluiten ook. Ja, en ik... ...wint met 1 tegen 0 van Dolphia. En mag dus voor het eerst in de historie gaan voetballen in de vierde klasse van de KNVB. Ja, je denkt het ging ergens om. Maar vierde klasse. Ja. Oh man, dit is toch... Ja. Echt heerlijke beelden. Ja, heerlijke beelden, fantastisch. Ja. Ik heb nog wel nog iets opgezocht, want door onze nieuwe grote vriend, hè, Piet-Jan Nauta, ben ik erachter gekomen. Ja, je bent van Marijn overgestapt naar Piet-Jan Nauta, hè? Ja, keihard ben ik erin, ja. Dat Henk Meijer dus een Twitter-account heeft. En het is... hij heeft één tweet geplaatst in 2012. Dat was ik niet. Die ligt er meteen niet op. Ja, die ligt er met twee benen in. Ja. Aan krullenbollen. Ja. Het Lohuis. Ja, die geen account meer heeft. Ja. Nee, maar is in dat filmpje... Wie de balkaats kan de bal terugverwachten. Dat is al lekker, hè. Isolatie, Velo, Edson, oudspeler, Dolf. Ja, maar wat ik hier niet aan begrijp, is dat hij dus 83, 98, maar hij heeft gespeeld... Dit was in 95. En hij is 3,5 jaar... Ja, precies. En hij is ook weggestuurd bij die club. Maar die gaat wel... Ja, dan maar heeft die schorsing gewoon erbij gedaan. Precies. Lange loopbaan. Ja. Maar ik denk niet dat we Henk moeten taggen in... Nee. Want hij wilde niks meer van weten. En ik ben toch ook wel een beetje bang voor Henk. Die vliegen zo met twee benen, ja. Heb jij gezien in dat filmpje trouwens, schopt hij daar ook dan een krullenbol dwars door midden? Alleen maar krullenbollen. Dus, dus het is gewoon... 17 jaar later is hij nog steeds boos op die krullenbol. Ja.
Nou goed, ja, dit was wat mij betreft gewoon... Einde. Ja, we zijn er. Heerlijk. Ik heb je bier al op, ik nog niet. Ik ja, vind het heerlijk bier. Ik ga thuis, thuis ga ik nutsen. Nee, lekker nutsen eten, Zoebe. Nutsen eten en van mijn kameel, kameel genieten. Dus tot volgende week. Ja.